Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik zie er echt belachelijk uit met deze twee knotjes op mijn hoofd. Maar dit is mijn nieuwe manier om mijn haar een beetje normaal in een normaal model te krijgen. Want anders is mijn haar altijd super stijl. Want als ik dit doe, want het is nu nog een beetje nat van de douche, dan is het morgen net eventjes iets meer, ja, zit er niet echt krullen in, maar er zit gewoon een beetje slag in, dus vandaar. Maar goed, het is wel een beetje debiel om de vlog zo te openen, maar goed. Ik had vandaag weer mijn eerste dag school. Ja, we zijn vandaag begonnen aan de eindvoorstelling. We hebben het script doorgelezen. We gaan de gebroeders... Wacht, misschien moet ik dit even daar vertellen. We gaan de gebroeders Karamazov spelen. Ik denk niet dat jullie het kennen. Ik kende het zelf ook niet. Het is een toneelstuk. Ja, dus we hebben vandaag het script doorgelezen. En dat gaan we morgen weer doen. En ja, het is nog allemaal even kijken. Ik weet nog totaal niet wat ik ga spelen. De rolverdeling is er nog niet. Dus dat gaan we allemaal zien. Het is in ieder geval een leuk stuk. Dus dat is fijn. Ik heb net ook nog lekker wat aan school gedaan. Want ik moet nog wat dingen inleveren helaas. Dat doe ik gelukkig af nu. Dus dat is fijn. En ja, nu ga ik zo meteen slapen. Want ik ben echt mega moe. Ik stortte echt al om 7:30 in. Toen heb ik mezelf weer even bij elkaar geraapt. Omdat ik echt nog wat dingen moest doen. En nu ben ik echt super moe. Dus ik ga nog heel eventjes Netflix kijken. En dan ga ik lekker naar bed. En dan zie ik jullie morgen weer. Oh mijn god, help. Het is 1:15. Ik ben thuis van een hele lange dag school. Ik dacht eigenlijk dat het niet zo'n lange dag ging worden. Ik had in principe maar les tot 3 uur. Maar daarna ben ik met Janne meegegaan naar huis. En hebben we gekookt en samen gegeten. Want ik dacht eigenlijk dat ik gewoon in de middag naar huis ging. Ik dacht eigenlijk dat ik na school gewoon naar huis ging. En thuis ging chillen. En mijn vlog ging editen. En dat soort dingen heb ik allemaal niet kunnen doen. Dus dat is echt helemaal kut. Nu komt mijn vlog waarschijnlijk morgen weer te laat. Want ik heb morgen ook weer allemaal plannen. Ik ben dus morgen vrij. Want we zijn morgen en donderdag vrij deze week. Maar ik ga shoppen morgen met Janne. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar nu ga ik eerst slapen. Want ik ben echt mega moe. Ik ben echt kapot. Zo, goedemiddag. Ik zet jullie even op mijn drinkfles. Jullie staan nu op een heel klein stukje. Hij blijft staan. Ik moet opschieten. Want ik heb straks een feestje om 8:45. Van 3 mensen uit mijn klas. Bjorn, Lisanne en Fritsie zijn alle 3 jaren geweest. En... die gaan nu een feestje geven. Dus ik moet me echt even snel gaan klaarmaken. Want ik zie er nu nog echt belabberd uit. Ik ben vandaag wezen shoppen. Ik had eigenlijk het plan om heel veel te gaan kopen. Uiteindelijk heb ik maar 1 ding gekocht. Want winkels hadden echt niks leuks. Sorry, maar de collectie deze keer vind ik echt helemaal ruk. Dus ik heb 1 ding gekocht. Op zich beter voor de portemonnee. Dus wat dat betreft prima. Ik heb bij de Zara dit superleuke stippenrokje gekocht. Ja, het is gewoon echt heel schattig. Leuk met laarsjes. Super leuk voor in de zomer. En hij valt gewoon heel chill. En hij is lekker zacht. En ja, lekker dun stofje. En dat vind ik fijn in de zomer. Dus hier ben ik heel blij mee. Die was 18 euro. Maar goed, ik moet nu dus even mijn make-up gaan doen. Ik ga even lekker muziek opzetten. Ga ik lekker mijn make-up doen. Even een andere outfit aantrekken. En dan ga ik er vandoor. Dus ja. Zo, nou, ik heb mezelf ready gemaakt. Ik ga nu lekker fietsen. Ik laat mijn camera thuis, want ja, gewoon even een gezellig avondje hebben met mijn klas. Zin in. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag en ik ben dus vandaag vrij. Ja, ik heb eerst even lekker heel erg lang in mijn bed gelegen. En ik heb net mijn kamer eventjes helemaal opgeruimd en schoongemaakt. Dus dat is echt super fijn, want het was echt een troep en alles was vies en er lag overal stof. En ik moest stofzuigen en... ik moest gewoon echt even een doekje over alles heen halen, want het was echt vies. Maar ja, ik heb er gewoon heel lang echt geen tijd voor gehad om te doen. Dus dat heb ik nu even lekker gedaan. En nu ga ik weer even lekker in mijn bedje liggen. Vanavond ga ik eten samen met Lisanne, Janne en Lucas. En ik heb vanavond nog een bezichtiging. Want voor de mensen die het niet weten, ik wil deze zomer gaan verhuizen. Ik woon hier super fijn waar ik nu woon. Alleen wij betalen gewoon best wel veel geld voor dit appartement. En ja, ik wil gewoon heel graag wat goedkoper wonen. Soraya en ik gaan dan ook niet meer samen wonen. Dat is wel heel jammer, maar onze band is super goed. Dus daar heeft het niks mee te maken. Het is gewoon puur omdat we het allebei te duur vinden. Dus dan gaan we allebei waarschijnlijk gewoon lekker alleen wonen. Dus dat is ook leuk en prima. Maar goed, ik heb dus vanavond een bezichtiging in een studio waar ik heel graag in wil. Ik weet niet of ik hem ga krijgen, want ik sta op nummer 20. Dus dat is niet heel hoog. Maar ja, het ligt eraan wie er komen en hoeveel mensen er echt geïnteresseerd zijn. Dus ja, ik ga in ieder geval vanavond even kijken. Dus ja, dat. Nou, en zo ziet mijn kamertje er nu uit. Mijn dekbed moet ook verschoond worden. Maar ja, dat neem ik morgen mee naar huis.
En ja, ik heb hier mijn tafeltje helemaal opgeruimd en even ja, uitgezocht. Mijn wasbak is weer helemaal schoon. Ik heb mijn spiegel net even schoongemaakt. Dit is mijn outfit. Ja, yeah, lekkere schoonmaak outfit. En nu ga ik lekker mijn bed in. Dus dag. Oké, mijn plannen zijn een beetje veranderd voor deze avond. Want ik ga zo meteen naar een bezichtiging. Daarna ga ik naar Kees en dan ga ik eten met Dirk en Bjorn. Want Bjorn is vandaag jarig. We hebben een taart voor Bjorn besteld. En die gaan we straks aan hem geven. Dus dat is wel heel erg leuk, want daar zou ik eerst niet bij zijn, maar nu wel. Dus dat is top. Het regent nu heel erg hard, maar echt heel erg hard. En ik moet over een kwartiertje weg, dus ik hoop dat het dan stopt. Onze Belg is jarig vandaag. Jee. Hij is 21 geworden en we hebben een verrassing voor de Belg. Spannend, hè? Ja, kijken. Is het een toert? Yes. Het is een toert. Het is een toert. Maak maar open. Het is toch gewoon een taart, wacht, hè? Maak maar open. Dit komt niet in de vlog. Zo, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik heb vanochtend mijn zangles moeten afzeggen. Omdat ik gewoon echt de hele nacht fucking veel gehoest heb. En gisteren al super erg keelpijn, wat nu trouwens wel minder lijkt. Ja, mijn stem is daar gewoon echt niet lekker op gegaan de afgelopen dagen. Dus ik dacht, ja, ik kan nu wel een zangles doen. Maar als ik dan na 10 minuten al klaar ben, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar ja, zometeen naar school, want ik heb een dansrepetitie vandaag voor de eindvoorstelling. Dus ja, leuk, van 1 tot 4, dus we gaan het zien. Hola, ik ben weer lekker thuis bij mama. En het is 2:30 s'nachts, want mama en ik zijn de hele avond bezig geweest om Londen te boeken. En dat hebben we gedaan. Dus ik ga van 8 juli tot 12 juli weer naar Londen samen met mama. En daar ben ik echt super blij om, want het is echt mijn lievelingsstad, dat nummer 1. En nummer 2, ik ben tot nu toe dus alleen nog maar naar Londen geweest met Musical Camp. En nu heb ik eindelijk gewoon echt een beetje mijn eigen vrije tijd. Dus dan kan ik gewoon zelf plannen wat ik wil doen. Ik wil mama gewoon heel graag laten zien hoe leuk die stad is en hoe mooi. En ik ga lekker musicals met haar bekijken. We hebben sowieso al Les Miserables geboekt. Omdat Les Miserables die stopt in die paar weken. Dus we dachten we kunnen maar beter gewoon boeken. Want dan hebben we sowieso goede plaatsen. Want last minute was dan wel echt een kans dat alles uitverkocht is. En dat je dan helemaal rotplaatsen hebt. En dat vind ik zonde van mijn geld. Dus we hebben nu best wel goede plekken. Nu al geboekt en de rest van de voorstelling gaan we gewoon last minute kijken daar. Dus ja, echt super excited. Ik kan echt niet wachten. Lekker naar Londen met mama. Echt mega veel zin in. Dus ja, en nu ga ik poging doen om te slapen. Maar ik heb echt veel te veel energie. Maar het is 2:30, dus ik moet echt weg gaan slapen. Zo, het is vandaag zaterdag en ik zit in de auto met mama. Want wij gaan even naar de kringloopwinkel. Onze favoriete bezigheid, hè mam? Nou, hè? We gaan dit keer naar een kringloopwinkel in Amsterdam. Het heet Rattenplan. Het is heel groot. Dus ik hoop dat ik een keer iets score. Het gebeurt eigenlijk niet heel vaak dat ik iets leuks vind. Maar het is altijd leuk om te proberen. We weten maar nooit, hè? Want we hebben toch echt wel een paar pareltjes binnengesleept. Dus ja, ik ga proberen te vloggen voor jullie. Vind ik leuk. Ha. Nou, dit is echt een super grote kringloop. Ze hebben hier echt zoveel. Ik ga nu even bij de kleding kijken. Ze hebben heel veel kleding, dus wish me luck. Wij hebben denk ik nog nooit zoveel kleding in een mandje gehad. Dit hebben we. Daar hangt van mama. Hier hangt al een deel van mij. Ik moet echt intens veel gaan passen. Ik heb nu deze joggingbroek aan. En eerst dacht ik van ja, maar ik vind hem eigenlijk best wel leuk. En dit topje van Off-White. Echt heel nice. Nou, ik heb nu dus een rok aan, maar ik vind het dus echt niks, want als dit nou gewoon helemaal zwart naar beneden was en dan met die bloemetjes, had ik het super leuk gevonden. Maar
zo dat korte en dan bloot. Ik vind dat echt afschuwelijk. Dus nee, ik heb dus nu echt zo'n leuk jurkje aan. Hij is best wel simpel, is gewoon helemaal zwart. Maar de stof is gewoon heel chill. En hij zit echt zo mooi. En ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is zo leuk. Het is gewoon een zwart strak jurkje, maar een beetje in een soort van blouse-achtige stof. Nee, ja, hoe leg je dit uit? Nou, in ieder geval, het zit gewoon heel erg lekker en mooi. En hier ook met een hoog kraagje. Ja, ik vind dit echt heel leuk. Oké, ik heb nu dit shirt aan met dit rokje. Het rokje vind ik afschuwelijk. Als het kijkt, het is gewoon een rokje van de Monkey. En als het zeg maar wat gewoon wijder liep, vond ik het echt wel leuk. Want het is wel gewoon een mooie kleur. Maar nee. En dit shirt vind ik wel dus heel erg leuk. Ik heb van de mannenafdeling. Het is gewoon een shirt uit Cuba. Kijk. Maar ik vind dit gewoon echt een leuk shirt. Gewoon voor op een spijkerbroek. Ik vind dat printje gewoon heel erg leuk. Er staan allemaal Cubaanse teksten op met dansende poppetjes. En ja, ik vind dit echt een heel leuk shirt. Nou, ik heb alles gepast en ik heb hier de items die ik leuk vind. En we gaan nu nog even één rondje doen. Dus ja, best wel leuk allemaal. Hoi, ik ben inmiddels weer thuis. En ik ben met mama. Everybody's talking about Jamie aan het kijken. Ja, ik leg er wel eens je mond bij onder een dek. Wat vind je ervan tot nu toe? Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel grappig. Heel leuk. Leuke muziek. Leuke dans. Leuke jongens. Leuke meisjes. Leuk. Nee, dat is niet goede woorden. Mag je nooit zeggen als je iets moet uitleggen. Ik vind het leuk. Nee, je vindt het heel leuk dan. Ik vind het heel bijzonder. Voor de mensen die het zich afvragen, ik kijk Everybody's Talking About Jamie op YouTube. Als je Everybody's Talking About Jamie intikt, dan staat hij als het goed is bovenaan. Misschien als dit online staat dat het weg is, want vaak worden dat soort opnames natuurlijk snel van YouTube afgehaald. Want het mag natuurlijk eigenlijk niet, maar ja, daar heb ik hem net op gekeken. Ik had natuurlijk beloofd dat ik nog ging laten zien wat ik bij de kringloop had gehaald vandaag. Maar dat zit in de was. Dus als ik het niet vergeet, ga ik dat morgen aan jullie laten zien. Oh, ik ben weer lekker terug in Tilburg. Ik ga nu heel even de afwas doen, want er staat hier nog een afwas. Het is vrij laat. Het is al bijna 10:30. Sorry dat ik zo slecht in beeld ben. Maar ik was gewoon best wel laat naar huis gegaan. En ik heb vandaag eigenlijk een heel simpel dagje gehad. Ik moest eerst steppen vanochtend. Daarna ben ik met mama naar oma geweest, want het was vandaag natuurlijk moederdag. En daarna ben ik thuis gekomen, heb ik 1,5 uur geslapen, want ik was blijkbaar weer heel erg moe. En daarna heb ik gegeten en ben ik naar Tilburg gegaan. Ik zal zo meteen nog even laten zien wat ik bij de kringloop had gekocht, want dat zit in mijn koffer en die moet ik toch nog uitpakken. Dus dan kan ik het gelijk even aan jullie laten zien. Het eerste wat ik heb gescoord ben ik echt super blij mee. Dat is dit superleuke jurkje. Ja, dit is echt zo'n typisch geval dat als ik het zo laat zien dat je echt denkt, daar is toch niks aan. Maar hij zat gewoon echt heel erg mooi. En hij heeft dus echt wel best wel een... Oh, trouwens, ik heb deze laten zien in de kringloop, volgens mij. Deze dus. En die heb ik uiteindelijk voor €5 gekocht, volgens mij. Het tweede is dit jumpsuitje. Het is een suède jumpsuit met hier zo'n choker-achtig. En vooral de rug vind ik heel erg mooi. Want er zit een soort van kant op de rug. En dat vind ik echt super mooi. Ja, deze wil ik gewoon gaan gebruiken voor concertjes of whatever. Het is gewoon een heel mooi pakje. Gewoon een panty eronder hakken en je bent klaar. Ook niet duurder dan €5. Dus dat is super chill. Het volgende wat ik heb gekocht is dit shirt. En die heb ik van de mannenafdeling gescoord. En het is gewoon een shirt met Cuba erop. En dan met allemaal dansende poppetjes. En super vrolijk. Deze heb ik volgens mij ook in het pashokje aan jullie laten zien. Maar ik vond deze gewoon echt heel erg leuk. Dus ja, nogmaals een tip. Ga altijd even bij de mannenafdeling kijken. Want die hebben vaak hele leuke t-shirts. Dus dat moet je altijd even proberen. Het volgende wat ik heb is dit hemdje van Off-White. Kijk, het staat hier op de mouwtjes. Echt €1 volgens mij. En ik vond hem gewoon wel leuk. Het is wel chill voor in de zomer. Gewoon een simpel hemdje.
leuk op een kort broekje of op een spijkerbroek of whatever. Gewoon chill en zeker voor een euro. En dan als laatste had ik nog dit jurkje. Of nou ja, eigenlijk had mijn moeder die en ze had hem aan en ik werd echt helemaal verliefd. Dus ik heb hem eigenlijk een beetje gestolen van mama. En als je hem zo ziet is hij echt niet zo bijzonder. Maar als je hem aan hebt is hij gewoon echt heel erg leuk. Dus ik heb deze wel een beetje van mama gestolen. Mijn mama wilde hem eigenlijk ook heel graag hebben. En deze was geloof ik ook 5 euro. En dat was alles wat ik had gescoord bij de kringloop. Het was echt een hele leuke kringloopwinkel. Dus daar ga ik zeker vaker heen. Het is inmiddels bijna 12 uur. En ik ben al lekker de hele tijd in mijn kamer aan het chillen. Lekker chill muziek aan. Ik heb al mijn lampjes aan zoals je ziet. Ik heb hier achter me lekker geurkaars aan. Dus ik heb echt even lekker een chill avondje. Maar ik ga bij deze de vlog afsluiten. Want het is bijna 12 uur en ik ga zo slapen. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!